Het personeel bij het academisch ziekenhuis Paramaribo is nog steeds in beraad omdat er geen schot in de zaak is gekomen, vertelt bondsvoorzitter Loïc Pool in een gesprek met onze nieuwsdienst. De vakorganisatie is in beraad vanwege ontevredenheid bij het personeel over hun salaris en andere voorwaarden. Het personeel werkt onder minimale bezetting en is volgens de voorzitter woedend. Er wordt slechts op enkele afdelingen gewerkt tot 12 uur. De bondsvoorzitter stelt dat er wordt gewacht op een antwoord van de directie en de autoriteiten. Op basis hiervan zal er een nieuw besluit worden genomen over wat er verder zal gebeuren. De vorige week zei Pool tijdens een persconferentie dat de leden behoorlijk verhit waren geraakt en nog steeds wachten op de realisatie van hun eisen.